Oké, we staan bij skate event Poptricks voor de Wiebar in Leiden. Er wordt al flink geskate en we gaan wat mensen proberen te spreken die meededen. Wat vind je van het evenement? Ja, leuk dat het toch georganiseerd wordt. Er is weer wat, na al die rotzooi wat we allemaal hebben, dan ja. Het is gewoon weer leuk dat we weer wat hebben. Is dit nou echt nodig in Leiden? Wat is de noodzaak ervan? Nou ja, het is heel erg nodig. Er is helemaal niks in Leiden. Of nou ja, er is niet niks, maar het is gewoon te weinig. Maar we hebben gewoon meer dit soort dingetjes allemaal nodig. Want het gaat zo hard groeien en we hebben het gewoon nodig. Ja, we hebben een leuke Game of Skate gehad. Voor de mensen die dat niet weten, dat is een wedstrijdje waar je 1-op-1 tegen elkaar skate. De ene doet een trucje en de andere doet hem na. Als je het niet nadoet, dan krijg je een letter. En als je 5 letters hebt, de naam Game of Skate, dan heb je verloren en dan gaat de winnaar door naar de volgende ronde. Daarnaast hebben we nog een last man standing gehad. Daar mag je een beetje duwen, trekken, totdat de laatste eigenlijk overblijft. En die heeft een leuke prijs gewonnen. Anouk, mede-organisator van Poptricks, hoe gaat het allemaal vandaag? Nou, echt soepeltjes. Vanaf het moment dat ik hier ben met opbouwen tot aan nu. Alleen maar gezellig, alleen maar leuke mensen. Eigenlijk niet beter kunnen wensen. Kijk, buiten is natuurlijk altijd een risicootje. We zaten eerst te kijken of er meer obstakels buiten ook geplaatst konden worden. Dat is uiteindelijk niet meer gelukt. Maar ja, het is wel altijd een risico met het weer. Dus misschien als we het in de winter doen, een grotere indoorlocatie. En als we het buiten doen, dan in de zomer nog groter. Ja, en de land. Heel netjes.